Hallo! En welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 88. 8-8 keer links omdraaien, rechts omdraaien, op de kop draaien, het blijft 88. En 8 is mijn lievelingsgetal, 2 keer 8, dus het moet vandaag echt een geluksdag worden. Laten we het open. Gaan we vanzelf zien, hè? Ja, we hebben genoeg spullen, dus met zijn. Denk je. Hier. Ja. Spelletje kaarten. Ik zal het doosje even doen. Pepermuntjes. Pepermuntjes. René, zou je ergens stop willen zeggen? Stop. Oké. Okay. Ja. 8-6. Klopt. Het is geen truc, hè? Dat had je gewoon gezien, hè? Niet dat je nou gaat zeggen dat je dat van tevoren wist. Nee. Oh, ik net zeggen. Let op, van hier. Net daar gezien. Nou, je deed. Dat had ik gezien dat je. Deed. Zou je doosjes open willen maken? Kaart. Je weet nog wat voor kaart je had? 8-6. 8-6, zou je eens willen kijken of dat jouw kaart is? Tada! Weet je wat? Verdacht, zeer verdacht. Heb je een Sharpie bij? Ja. Zou je daar je naam op willen schrijven? De pincode, geboortedatum, kleur van de ogen, haaskleur. Mooi. Ik ben ook genoeg gesigneerd zo. Let goed op. Jouw kaart. Wel een mooie kaart, 8-6. Let op, vanuit hier. Verdwenen. Ja. Weet je, zou je doosje op willen maken, René? Zou je willen kijken wat er in de doos zit? Die kaart zit er niet in. Als die kaart erin zit. Serieus. Zal ik het laten zien? Hè? Hier. Kijk, zei je er even of dat Jan Kaan is. Oké, als het harte 6 is, zeg ik nog oké. Maar als dat de harte 6 is met mijn naam en al die onzin erop, dan. Dat zou wel een mooiste zijn. Wat? En dit is de truc: de Mintbox. Wat? Ik vind hem super mooi, eerlijk gezegd. En hij kost €64,95. Is heel makkelijk te doen, echt heel makkelijk. Ik weet uiteraard hoe je werkt, maar toch blijft het een heel gaaf ding. Dus voor het eerst gaan we eigenlijk nu echt doen. Mm-hmm. En ik denk, ik kan me voorstellen, we hebben meer effecten van Car to Box. En dat slaat wel in zijn hamer, zeg maar. Mm-hmm. Maar op de ene manier is deze nog een tikje meer, omdat je het ook nog 2 keer doet bij dezelfde toeschouwer eigenlijk. Ja, en je zou nog meer dingen ermee kunnen doen. Ja, ook nog. Nog een keer, hè? En, wat heel tof is, en waar we eigenlijk net pas achter kwamen, omdat we nog niet over nagedacht hebben verder. Voor veel routines moet je de techniek beheersen om een kaart mooi op te vouwen. Daar verraden we dan niks mee. Dat hoef je niet. Want de kaart zit al. Dat doe je van tevoren. Dat je de truc begint eigenlijk thuis, bij wijze van voor de voorbereiding. Mm-hmm. Vouw je de kaart al. Dus dat is gewoon ideaal. En wat ook mooi is, het houten doosje vind ik mooi. Die glazen doosjes vind ik ook iets minder, omdat er nog een kaart gesigneerd moet worden en die zit nog niet in het doosje. Ja. En deze is ook heel klein, dus die zou je gewoon zo in je borstzakje kunnen duwen. Ja. En je hebt een super sterke truc bij. En reset is on the spot. Ik bedoel, je hebt net gewoon gereset waar we allemaal bij zaten eigenlijk. En, allemaal. alle mensen thuis. Het zijn er 3 miljoen geloof ik per keer. niet helemaal. Dat is gewoon gaaf. Ja. Ik vind hem echt mooi. Ik vind het inderdaad een tof ding. We krijgen het doosje erbij. Je krijgt online instructievideo erbij. Ja. Van Daniel Garcia. Ja. Volgens mij een half uur of iets een video, hè? En daar leer je alles in wat je moet weten. Ja, ik vind het een. Supermooi ding. Supermooi ding. Ja. Oh ja, kun je het voor onderzoek uit handen geven? Nee. Nee. Is dat belangrijk? Nee. Want mensen zitten allemaal. Wat de? Wat de F? Ik vind het. Ze zijn allemaal met elkaar bezig. En je bergt het doosje op en klaar. Mensen zien het doosje leeg is en klaar is het ook. Dat is ook dus niet nodig hoor, vind ik echt. Het ziet er ook gewoon uit als een dagelijks voorwerp. Dus waarom zou je het nog moeten laten onderzoeken? Ja, en dan is een kaart in het doosje en je haalt de kaart eruit. Wat valt er nog te onderzoeken? In de trailer zie je hem ook zo staan. Van, kijk maar. Ja. Maar iedereen is met die kaart bezig. Wat? Ja, wat? Wat? Is dat mijn kaart? Dus ik vind het echt een tof ding, serieus. Zeer gaaf. Mintbox, zeer gaaf. Zijn we weer, we moesten even
knippen. Waarom? René was wat vergeten te pakken. En dat wordt zo meteen duidelijk. Ja, dan iets heel anders. Ik zal het gewoon even laten zien. Stel... Oh, wacht even. Ik niet zien, er zit een hele vlek op. Kun je het niet maken, hè? Als mijn vrouw dat ziet, dan... Valt wel mee, hoor. Het is alleen maar met de zweep, waarschijnlijk. Daar heb ik iets voor. Het is een ring schoonmaakmachine. Die ziet er als volgt uit. Je hebt dit. Daarin kun je de ring leggen. Zo. Dan pak je papier. En dat papier was ik even vergeten te pakken. Daarom hebben we de video even moeten stoppen. Het papier leg je er bovenop. Dat prop je zeg maar op de ring op deze manier. Zo. Zie. Tadaan. Dan pak je een doosje lucifers. Gaat u niet aansteken wel? Dat was wel het plan. Ik dacht dat hij gisteren 15 jaar getrouwd was. En dat was ik ook. En is de ring helemaal... Het had wel tijd voor een andere vrouw. Of een andere ring. Weg. Oké, dat is natuurlijk niet het plan. Ja, dat was wel het plan. Maar in je act, wat je normaal doet, is dat natuurlijk dat je denkt... Oh jee. En dan kun je de ring overal waar je wil laten verschijnen. En voor het idee... Ik heb maar lang weggewerkt. Dus je hebt gewoon de perfecte manier. Op het moment dat je het papiertje op de ring doet, zeg maar, kun je de ring al wegstelen. En dan kun je hem laden in een kistje, kastje, nest of wallets. Waar je ook maar wil. Nou, dit was mijn eigen. Dat wil zeggen, deze heb ik ooit gekocht. Van Barry nog. Die maakte ze toen ook. Het was een heel idee van Supreme Magic. Ik heb ze toen een partijtje laten maken. Die waren inmiddels ook uitverkocht. En we hebben ze nu weer zeer goed en professioneel laten maken. Hier in Nederland. Heel goed. Goede kwaliteit ook. Mooi hout, mooi gelakt. En het heet de Switch Ring. Switch A-ring. Die krijg je compleet met Nederlandse gebruiksaanwijzing. Echt vakkundig gemaakt voor €37,50. Bestel er meteen flashwatches bij of flashpapier. En als je nog geen manier hebt om een ring te herproduceren. Een ringbox of nest of wallets of wat dan ook. Ja. Ja, bestel het erbij. Je hebt fantastisch. Je gebruikt het altijd op straat. Altijd leuk. Je leent een ring. Weet je, dan zeg je, oh, nee, is wel een beetje vies. Geen probleem. Ik heb mijn watjes daarvoor. Die kunnen de ring heel makkelijk schoonmaken. Ik zal het even laten zien. En dan zeg ik, weet je wat, hou de watjes even vast. Oh, wacht even. Nee, dat doen we even anders. Dat is wat gevaarlijk. Wacht, we stoppen ze even ergens in. Dan kunt u ze niet verbranden. Pak je doosje, ring erin, watjes erop. En je bent al klaar. Je hebt de ring al om ergens te verwerken. Dus de Switch Ring. Exclusief bij Dynamite Magic Shop. Oké. Okay. Even een vraag. Even een vraag. Ik weet niet of ik dan te veel zou. Kun je er ook dingen mee... Wisselen. Het heet wel. Ja, ja, je zou ook inderdaad. In theorie, ik zal even het doosje nog terugpakken. Dat hebben we natuurlijk niet geoefend. Het is op zich wel grappig dat je nu vraagt, natuurlijk. Want hij heet Switch aan. Maar je zou inderdaad ook kunnen zeggen: ik heb een doosje. Ik stop er een ring in. Een ring, let op, hè, zit erin, hè? Hop! En je hebt een munt. Dus eigenlijk een wisselkantoor. Wisselkantoor, ja. Maar het kan ook. Je kan dus ook inderdaad dingen verwisselen. Het heet inderdaad, goede opmerking, switchering. Dus je kan dit soort dingen ook mee doen. Dus, dat zou ook nog kunnen inderdaad. Oh, mijn ring terug om. Kijk, probleem. Wacht even, dan had ik net een munt toevallig. Dat is wel een goeie. Ik zal even iets opschrijven. De R van René. Oh, dat van Renate. Ik zeg niks. Oké, okay, zet even je naam er ook op. Ik heb er namelijk een kaart voor. Oh, pak ze op tegel. Oh, sorry. Stootje aan, dat was niet de bedoeling. Achternaam ook? Als je maar even je camera is. Ja, ik kan naar deze nu. Jezus, hallo, Leon Heusen. Compleet erop geschreven. Hey, die munt leggen we even hier neer. Ik heb namelijk een kaartspel. Zo. Dan halen we even uit het doosje. Kijk. Voor de mensen thuis. Allemaal verschillende kaarten. Jij mag ergens een kaart uit het spel halen, willekeurig. Zeker? Laat hem even aan iedereen zien. Ja? Yes. Oké, okay, dan mag je de kaart erop leggen. Oké, okay, dat leggen we er ook mooi op. Zo. Oep, netjes René, niet vals spelen. Zo. Leg mooi neer. We pakken de munt met de handtekening erop. De munt gaat in mijn hand. En de munt is weg. Maar leuker is nog, dat nu in het kaartspel, zie je, een munt ligt, zie je? En die ligt precies op één kaart. Mag jij eens kijken welke kaart had jij gekozen, want ik heb hem niet gezien. Ja, een klaver 2.
Dit was de geschiedenis. Je had hem kunnen signeren ook trouwens. Hebben we niet gedaan. Je had hem kunnen signeren. Ja, dat is heel klein. Hè? Dit is het RB Rob Bromley Coin Deck Ultra. Dan wil ik even wat zeggen. Ik weet niet of dat mag van René. Ik denk het wel. We hebben verschillende versies die hierop lijken. Maar die zijn allemaal veel moeilijker te doen dan deze. Deze is echt... Hier hoef je ook niks voor te kunnen, zullen we maar zeggen. Ja, daarom heb ik hem ook gedaan. Daarom doet het, ja. Nee, maar... Nou, niks voor te kunnen, niet om het voor mezelf hoor, maar... Ja, je moet er wel iets kunnen, maar niet moeilijk. Ja, het is, we hebben een versie van Mark Mason die hier ook op lijkt, waarbij een munt van een kaartspel afpakt die verdwijnt. Die is ook niet moeilijk, maar dit is nog veel gemakkelijker. Je hebt ook verschillende manieren om dit te vertonen. Het makkelijkste is overigens met een niet gesigneerde munt. Dan hoef je helemaal geen rare handen dingen te doen, niks... laden, noem maar op. Voordeel van deze is dat je tijdens de truc zien mensen het kaartspel nog gewoon vlak liggen. Kijk, normaal als je een truc doet waarbij een munt tussen een kaartspel komt, is er een opening tussen de kaarten. Dus zien mensen, hé, er zit iets tussen. En hier is het gewoon helemaal vlak tot het moment dat jij het kaartspel optilt. En dan is er ook niks meer te ontdekken. Ja, Rob Bromley, maker van zeer gave gimmicks overigens, al tientallen jaren. En die heeft dit ook gemaakt. En als je dit in handen krijgt, denk je ook, jee, dat is een serieus coole gimmick. We hebben hier op een winkel wat mensen laten zien ook en zeggen ook, ja, dat is echt wel vet goed gemaakt. Je krijgt instructie DVD van elke ZM, Pieter Nardi en Dave Loosley, met het speciale spel compleet. Het enige wat je zelf moet regelen is eventueel een stift en geld om de truc te doen. Aan een toeschouwer. Aan een toeschouwer, want jezelf zul je niet echt verbazen. Dat is de RB Coin Deck Ultra. En dat kost €39,95. Mooi ding. Aanrader. Absoluut een aanrader. Ja. Heb ja. Ja, zegt hij. Ja, ik zal dat even wegleggen. We gaan eerst even naar de kaarten. Moeten we even openmaken? Ja, maak er allebei open. Maak er eentje open. Ik kan dat beweiliging eraf halen. Want we hebben een hele serie knockdecks al, rood, blauw, geel, groen, paars, als ik me niet vergis. Super populair, verkopen heel veel. En nu zijn er twee nieuwe versies aan toegevoegd en die heten de Knock Sports Deck. In twee, volgens de foto's die we gezien hebben, ik heb hem wel nog niet open gehad. Oh ja. Toffe kleurtjes. Oh ja, een extra kaart erbij, zie je. Ja, dan hebben we meteen allebei de kleuren. Zijn dit de kaarten? Jokers. Oh. Ik zal de plaatjes eruit halen, daar gaat het meestal om, hè? Ja, zijn normale plaatjes goed dus. Net als bicycle. Ja. Gaat meer aan de achterkant, hè? En ook deze knockdecks zijn net als de alle nieuwe knockdecks. Je kunt aan de achterzijde zien welke soort het is. Dus niet klaveren 4, maar je kunt zien of het klaveren, harten, ruiten of schoppen is. Dat is ook mooi meegenomen. Dus er zijn de pink versie, of de roze, en de green versie. Nou ja, de kleur had je net al gezien. Waar had je hem gelaten? Wat voor kaart is het dan? Wat voor? Ik zou het niet weten. Ik heb er nog niet gespeeld. Ik heb er ook niet naar gekeken. We hebben net de doosje opgemaakt. Dus dit zijn, jij krijgt dus een bonuskaart bij. Ik neem aan dat hier ook dezelfde kaart bij zit. Om. Ja. Dus kun je voor color changes. Hier zit een oranje groene bij en daar zit een groene. Oranje groene, ja, oké. Okay. Knockdecks, €8,95 per stuk. Deze sportsversie, volgens mij zijn de andere €7,50. De normale kleuren die we hebben. De normale kleur. Ja, tof. Ja. Knockdeck green en knockdeck pink. Knockdeck sports, moet ik zeggen. Ja, leuk. We hebben hier in de winkel heel veel posters hangen. Je kunt het zo even niet zien. Hier hangt bijvoorbeeld Copperfield, Lens Burton, Uri Geller, Banachek. En dan heb ik hier een poster van Banachek. Er zit ook een schilderij, zeg maar, in een lijst en een vork opgeplakt. Waarom doen we dat? Nou, je hebt bijvoorbeeld vorken. En het leuke is, als je een vork hebt bijvoorbeeld, heb je al iets speciaals gedaan met vorken? Nee, als je, nee? Dat met mijn handen dus. Oké, okay, als je wrijft op een vork namelijk, dan kun je namelijk ook vorken kun je namelijk laten, zie, laten buigen zien. Dan krijg je van dit soort gekke dingen. Nou, ik ga hier even niet verder op in, daar gaat het ook even niet om. Wat we vaker als vraag kregen was, hebben jullie vorken die makkelijk te buigen zijn? Het antwoord is nu, ja, die hebben we. Easy bent forks, oftewel makkelijk te buigen vorken, letterlijk vertaald. 20 stuks vorken die
gaat gewoon nog verder. Die makkelijk te buigen zijn. Van Trevor Duffy. Ja, en ik heb nog maar 20 stuks. En het zijn gewoon inderdaad echte vorken. Die wel goed kunt buigen hoor. Ik doe even een beetje overdreven nu. Je kan die alle effecten met je tandjes laten verbuigen. Maar het is niet mijn ding. Laat ik zo zeggen, ik vertoon het normaal niet. Dus ik ga het nu niet op camera ook doen. Maar dan wordt er geen succes. Je kunt ze zelfs nog een paar keer terugbuigen voordat ze definitief breken. En dat breken is ook wel mooi, want breken is bij sommige effects echt mooi als je echt vergaat en dat plotseling gewoon de dingen afvalt. Easy Band Fox kost €29,50 voor 20 stuks. En het ziet er ook echt gewoon uit als een normale vork. Niet dat het zeg maar platte dingetjes zijn, het zijn gewoon echte vorken. Dus voor de mensen die bestekbuiken doen, is dit een aanrader. Dat even opzij. Dan ga ik iets verklappen. Want ik heb alles gehad. Ja, en ik niet. Ik heb nog wat. Ik heb nog wat. Ja. Ik ben even benieuwd wat. Ik kijk op een lijstje. Hebben we gehad. Oh, we zijn iets vergeten te pakken. Mijn schuld. Knip er zo meteen even. Weet je zo meteen waarom? Wat een voorbereiding. Ik heb hier slecht allemaal voodoo poppetjes meegenomen. Met een half woede popjes met een probleem. De ene met zijn been, de ene met zijn hoofd. Voudoe. Dus dat is ook leuk. René, zou je een getal tussen willen noemen? Tussen, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Dat zijn 6 kaarten. Ja, 6. Noem een getal tussen 1 en 6. 3. Zeker weten? Yep. 1, 2, 3. Ja. Oké. Okay. Je had van alles kunnen kiezen. Wacht, hier, deze heeft hoofd, daar hoofd, arm, met zijn arm, met zijn been. Kopje. Ja. Dat kost voor 3, hè? Ja. Dan heb ik hier namelijk een voorspelling liggen. Dus hier is iets met het midden. De buik, de navel, daar klopt het in ieder geval de midden. Ja. En ik wist dat je voor die kaart ging kiezen. Ik zou je zeggen... Rind. Hey, wacht even. Wat is ik 4 genoemd had? Ja, dan had je 4 genoemd. En was ook uitgekomen? Ja, dat was en dan 5 ook. 5 en 6 ook. 6, 7. Dus niet dat je dan als je zegt, weet je wel, ze zou niet zeggen, noem nog een getal of dat soort gekke dingen. Nee, weet je. Of hoeveel letters spel je het woord 3. Mm-hmm. Het is compleet... Ik vind deze echt mooi gemaakt. Ik weet niet of ik iets anders moet zeggen. We hebben ook een ander effect van... Symbol. Ja. Er even een beetje van weg, maar deze vind ik cleaner persoonlijk. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. En deze super heeft ook een super mooie prijs. Super gemakkelijk. Want die kost €12,50. Ja, want kunnen we even uitleggen heel kort. De Aldo Colombini, die inmiddels niet meer leeft. Zijn vrouw Rachel, die inmiddels ook niet meer leeft. Waren tot 2 maal toe in onze winkel voor een lezing. Zijn laatste tour had hij heel veel spullen over. Ik weet niet of het toen zijn einde van zijn tour was. En omdat ze dan terugvliegen naar Italië. Vlogen moet ik zeggen. Ja, wil je niet meer overnemen, daar heb ik alles overgenomen wat ze hadden. Alles. En dan krijg je mooie prijzen. Waardoor wij ook mooie prijzen kunnen maken. Dat betekent dat van deze truc hebben we er nog misschien een stuk of 10. Noem ik even, 8 of zo. We hebben nog mensen in de winkel laten we nu ook al zien. Op is op. Dus ze zijn ze niet meer. Want alle leeft helaas niet meer. Dus het wordt ook niet meer gemaakt, niet meer gefabriceerd. Dus het is niet meer op de markt. Op is op. €12,50. Ja, en ik vind hem echt sterk. Ja. Ja, gemakkelijk te doen. Mee te nemen ook. Makkelijk te doen. En geheel compleet. Ja. Aanradertje. Dan hebben we nog iets. Ja. Of wil je eerst even... Een DVD is goed. Is, nee, ik loop zo meteen maar even. Je hebt hier een DVD'tje van Etienne Pradier. Ja, Etienne Pradier was ook ooit in de winkel. De mensen die in Blackpool zijn geweest en die de video hebben gezien waarbij iemand iets weghaalde bij een stand van Prop Dog. Zogenaamd dat naspeeld was. Dat was Etienne Pradier die dat naspeelde, was allemaal in scène gezet. Dat was Etienne Pradier. Het zijn eigenlijk 5 dvd's die Etienne ooit heeft uitgebracht. Hebben ze samengezet op 3 schijven. 3 schijfjes. En dat zit allemaal in deze box. Onder andere zijn bekende signed card en sealed bottle. Die heeft hij ook in de lezing toegedaan. Dus iemand kiest een kaart, verdwijnt uit het kaartspel. Hij pakt een dichte fles wijn, champagne, zet hem op tafel. En in de fles die gesealed is met kurk en al erop, zit de gesigneerde kaart. Nou, dat is een van zijn bekendste effecten. Maar hij heeft er nog veel en veel meer. Ze zijn allemaal op deze dvd's. Echt 5 dvd's bij elkaar. De coin on the watch, ook weet je wel. Met toeschouwer de kaart laat onder het loodje. Sorry, de munt laat onder het loodje. Nou, ze zit ook allemaal hierop.
Het Jean Prezé is een van de meest geboekte goochelaars ter wereld. Voor ja, echt bij het Koninklijk Huis, bij noem maar op, waar je kunt bedenken waar een feestje is. Een belangrijke feestje is. Daar is Etienne wel te vinden, wordt hij geboekt. Dat filmpje was echt super ruif, vond ik. Ja, maar het is ook een hele toffe gast. En als je bedenkt dat als je 5 DVD's loskoopt, zit je rond de €185 als je in Nederland alles zou kopen. Deze set van 3 DVD's, €49,50. Dus dat is qua bedrag ook dat je zegt, nou, dat is een prima prijsje. Dus The Collection van Etienne Prezé. Absoluut een aanrader. Ik kan er niet nu even een trucje van laten zien, dan zou ik dat graag doen. Check de website als je exact wil weten wat er allemaal op staat, want het wordt allemaal opgesomd. Maar het is echt een aanrader. Als je close-up goochelaar bent en sterke commerciële effecten zoekt, dit is The Collection. Gaan we knippen? Kan, we kunnen plakken, we kunnen veranderen. Ik kan ook even weglopen. Zo loop ik ook uit beeld. Dat is heel slecht. En dan kom ik zo meteen weer terug. Gevonden. Zo, ik heb alles maar verpakt al. Ja, kijk eens aan. Ta-ta-ta. Zo. Oh, leuk. He. Tom, hè? Ja, dat was een laatste last minute ideetje. Wat hebben we hier? Goochelaar Jan. Ja, als je op de achtergrond geluid hoort en je denkt, maar hoor ik, dat kan. Ze zijn hier de verdiepingen boven aan het verbouwen. Ze zijn poren en allemaal gekke dingen aan het doen, dus dat hoor je. Hey, goochelaar Jan gebruikt al jaren moutcoils, slingers uit de mond, maar was niet tevreden over het aanbod. En wat heeft hij toen gedaan? Hij zei, ik ga zelf moutcoils ontwikkelen. En ik wil dat ze ook nog super lang zijn. En goed, niet vies van smaak, zo muf als bijvoorbeeld sommige Indische varianten. En hij is daar zelf mee aan de slag gegaan en heeft inmiddels meerdere soorten uitgebracht. Ik zal een klein beetje uitleggen. Dit zijn slingers voor uit de mond. Nou, we hebben hier wat samples liggen. Samples zijn proefdingetjes. En we gaan er gewoon eentje even uit. Ik ga het niet in mijn mond stoppen. Waarom niet? Nou, is niet echt nodig. Dit zijn slingers uit je mond. We hebben 46 voet en we hebben 62 voet. 14 meter, 18 meter. Dat is een beetje het verschil. Hey, 18 meter hè, uit je mond. Dit is een moutcoil. Dit gaat in je mond. Dat laat je gedurende je routine. Je kan servet eten, je kan wat ik wat doen. Je kan wat achter je koffer pakken, doet het in je mond. Wat je dan doet vervolgens is, je pakt het papiertje wat er vooraan zit. Dat kun je van tevoren ook al ietsje eruit trekken trouwens. Voordat je het voorbereiding van je act, zeg maar. Dat heb ik nooit gedaan. En in principe, dan gedurende je act gebeurt dan eigenlijk dit. Ik zal ineens een beetje versieren. Oh. En dat is het laatste stukje, dat neem je normaal ook mee uit je mond zo, en dat voel je zelf aankomen. Dus dit was een variant van 18 meter, nou, dat is echt wel heel veel. Eenmalig te gebruiken, tenzij je tijd over hebt. Laten we jou over. Er zijn ook varianten van 14 meter, zijn iets kleiner. Ik moet even denken hoe ik het moet uitleggen. Ja, je hebt dus 18 meter, 14 meter. En we hebben 3 kleuren, zo hou het simpel. We hebben multicolor. Nou, dat zag je net. Gewoon gemixte kleuren. Leuke kleuren. We hebben wit. Compleet wit. Goedkoper, makkelijker te maken. Dus één soort papier achter elkaar. Dit zijn allemaal kleuren papier die aan elkaar geplakt moeten worden. En we hebben een mix. Zoals je hier ziet, een beetje Halloween kleuren. Oranje, zwart. Rood, of zo is kerst, rood, groen. We hebben Nederland, rood, wit, blauw. Ze zijn een beetje feest, de holiday package, zeg maar. Dus 3 kleuren, 2 maten. That's it. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus dat zijn de moutcoils, professional, van goochelaar Jan. Prijzen, check even de website, want het verschilt per kleur, per afmeting. Maar het varieert uit mijn hoofd even, volgens mij, van €14,95 tot €21 of €23,95. Maar je hebt ook wel, dit zijn professionele spullen.
moodcalls. Maar als je wil weten welke moodcalls we nog meer verkopen. We hebben een categorie accessoires. En daar staat een aparte categorie in. Streamers en coils. En daar staan alle streamers in. Mond streamers, Toro streamers, van alles nog wat. Made in Holland. Dus dat is ook een aanradertje. Ik heb niks meer. Ik ook niet. Hebben we nog iets wat we moeten vermelden? Niet echt, de lezing in juni is nog eventjes, weg, maar Rich Marotta komt in juni. Maar dat duurt nog eventjes, dus dat is, je bent natuurlijk hartelijk welkom dan. Maar daar gaan we nog meer informatie over melden. Nee, voor de rest kan ik zo even niks meer bedenken. Onze winkel is gewoon open van dinsdag tot en met vrijdag. Van 10 tot half 1, half 2 tot 5. Ben je altijd welkom. Op zaterdag zijn we open. Tot 10 tot 4. 10 tot 4. Ben je ook altijd welkom. Website is altijd open. 24 uur per dag. Telefoon kun je ook bellen. Bellen kan, mailen kan. We reageren super snel op alles. Dus, dat was het. Echt? Ik zeg. De telefoon. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Hoi.